new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Goedemiddag. Vanuit. De klokken luiden. Taubercel. Oh, Tauber. Taubercel. Alderhof of zo stond er op Polenstep of zo. Goedemiddag. Het is weer fucking warm, hè? Nou, god, wat doen we er even. We gaan wel even een stukje lopen. We hebben Facebook al gezet en op Polenstep ook al. Parkeerplekjes in. Hoe heet het er weer? In Rotenburg en zo. Nou, dat was niet zoveel. Eén was bezet. En de ander, nou, daar stond ook wel lui bij. Ik denk, nou, ik weet niet of dat wel zo leuk is. Dan zijn we hier beland. Taubercel. We zitten nou 11 kilometer vanaf Rotenburg. En daar willen we morgen even naartoe op de fiets. Wij dachten dat we alles langs de weg moesten. Maar er schijnt een heel mooi fietspad naar Rotenburg te zijn. Ja. Dus dat gaan we morgen even testen. Precies. En hier lijken ze ook wel wijn te maken. Zie je dat? We gaan even een rondje lopen. Daar stond vanmiddag een camper boven. Er is wat aan de hand, denk ik. Maar ik weet niet wat.
3 uur op zaterdagmiddag. Wat betekent dat, Maria? Nou, als we snel zijn, zijn we de eerste. Zitten we vooraan. Een pittoresk dorpje. Maar best wel wat verkeer doorheen gaat trouwens, by the way. Ja. Schijnt hier ook een goed restaurantje te zijn. We liepen net mooi op het voetpad. Huh? Ik zeg, we liepen net mooi op het voetpad. Kouwendorp. Geen idee wat het is. Nee, het zit er allemaal aangebouwd allemaal, hè? Ja. Dus nu moeten we even over de weg, en dat is wel even iets minder, maar er wordt in ieder geval niet hard gereden hier. We zoeken even een bruggetje dat we aan de andere kant van de rivier kunnen. Het is hier al aardig warm hoor. Het doet me wel denken aan Frankrijk hoor. Ja. We hebben niet te klagen wat dat betreft. Helemaal niet. Tjeetje. Kijk, de romantische strassen. Ja hoor. Hele kudde. Nou, een beetje rot. Ik weet het niet hoor, maar het klinkt een beetje brakkig die... Ja, die brug. Er vallen dingen te water als je er overheen stapt. Dat is dan niet helemaal de bedoeling. Nee. Huh? Daar loopt een klein beetje. Fietsers. Dat is het fietspad. Ja, daar gaan we morgen overheen. De camperplaats. Daar mogen we allemaal staan. Gratis. Ja, gratis ja. Had gratis. Ik nog niet... Met alle voorzieningen. Had ik dat nog niet gezegd? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, het is geen geld hè. Je kan je wc legen. Water... Nou, water moet je wel betalen trouwens. En de stroom ook. Ja. Er zijn 4 stroompunten. En betaal €1 per kilowatt. En water is €1 voor 100 liter of zo. Nou, dat is geen geld. Nou, we zouden eigenlijk een groter rondje lopen, maar Barrel die... Nou, het is ook best heet. Te warm, ja. Ik denk dat het... Wat moet je vragen? Taubercel. Rad onze wonderweg. Dag. Tauben Schekkenbach. Oké. Okay. Kijk, hier staat 13 kilometer. Nou, Google stond 11. En net stond er 10. En verderop. Krechtlingen schijnt ook leuk te wezen. 8 kilometer. Andere kant op. Oké. Okay. Wij gaan hier naar beneden. En morgen gaan we daar op de fiets. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanuit een warm zuiberhotel. Nou, we zijn net klaar met de wandeling.
Barrel die vindt het wel weer genoeg. Die zet hem op zijn kruipstand. Nou, ik vind het ook wel genoeg hoor. Het is echt warm en dan zo'n heuvel op. Ja. Even genoeg voor vandaag. Het is vandaag een korte vlog. Niet veel gedaan. Veel gereden, veel gezien. Ja. We hebben de romantische route weer opgepakt. En dus we zijn wel door dorpjes gegaan. Ja. Nou, zoals jullie weten wilden we naar Rotenburger. Dat hebben we net gezegd. Daar gaan we toch heen? Voor mij hebben we het net gezegd of zo, dacht ik. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Morgen op de fiets. Morgen gaan we op de fiets. Precies. Dan gaan we daar eens even kijken. Ja. We gaan nu relaxen en niks een luifeltje uit doen. Helemaal niks. En een korte vlog maken van vandaag. Ja. En voor de rest zien we dan jullie morgen weer. Ja. Tot morgen. Tot morgen. Bedankt voor het kijken. Doeg.